Zoals jullie weten heb ik een best wel heftig verleden. Sterker nog, recent is een video uitgekomen met Emily dat we op cursus gingen. En zelfs daarvan denk ik, was dit nou eigenlijk wel helemaal handig? Ik heb in het verleden een compagnon gehad en daar hebben wij ook wel bepaalde video's gemaakt. Staan inmiddels offline. Het leek mij handig om even te relativeren en om even terug te kijken naar die beelden. En vooral vanuit een perspectief van ook een dame te kijken. Want dat is ook heel erg belangrijk. Want wij hadden bepaalde vrouwonvriendelijke uitspraken vanuit een humoristisch perspectief. Kan je nu gecanceld voor worden? En we gaan een paar van die opmerkingen bij pakken, omdat we dan kunnen kijken, hey, ons vroegere leventje. Een duimpje omhoog zou ik heel erg waarderen. En vergeet niet te abonneren. 270.000 en ik ga mijn haar blonderen. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan Pam! Goed dat je er bent. Doe je oortje in. Hoe is het ermee? Hoe? Zullen we ook even heel kort kijken naar de reacties van de vorige video? Want dat was ook wel iets, denk ik. Knappe vriendin. Kan je in je pocket stoppen? Absoluut. In slotte moet de politiek in. Ik heb echt niks met Emily gedaan. Alsof ze dan... Wij hoeven het allemaal niet over te hebben. Dat doet er allemaal niet toe. Heb jij alle video's gezien die ik in het verleden met Milo heb gemaakt? Want jij kende mijn YouTube-video's überhaupt niet. Voordat je mij kende. Dus je wist helemaal niet dat ik YouTube deed. Nee, maar ik weet nog wel in de eerste fase toen wij met elkaar aan het appen waren. Toen stuurde jij die video door dat je met Milo bij... BNN bent of Club Hub. Dat je die Wank Award gewonnen had. Die Wank Award, ja, maar dat was het einde van de video. We hoorden dat ik met jou... Maar al met al viel je mee. Baksteen, is dit een nieuw kanaal geworden? Kijk, de mensen die keken, die wisten uiteindelijk ook, die gasten die lopen alleen maar te fucken. Wat probeert zij een serieus interview ervan te maken, want dat slaat helemaal nergens op. Fuck condooms. Ik doe dat zelf ook niet. Helemaal niet? Ik doe er niet aan, nee. Nou Milo, maar dat gaat toch even, ga je toch zo al beloven? Nee. Ik doe niet met condoom, want het is voor mij net alsof ik een boterham eet met een boterhamzakje eromheen. En je krijgt wel de voedingsstoffen binnen uiteindelijk, alsnog wel de seks. Maar net het lekkere waarvoor je het net doet, dat eet je gewoon eigenlijk net hetgene waarvoor je het wil, dat ben je dan kwijt. Maar jij neukt heel veel. Nee. Jawel. Oh. Kijk, zij dan echt van, wat is dit? En wij vonden het weer grappig. Ik zie ook hoe ze lacht hier. Ja. Mijn kinderen mogen hier niet naar kijken, hoor. Nou ja, haar mening telt dus niet. Dan zegt zij bijvoorbeeld, mijn kinderen mogen hier niet naar kijken. Dan zegt Milo bijvoorbeeld, ja, jouw kinderen hebben nog geen humor. Weet je dat soort dingen. Zij probeert het zo serieus te maken, terwijl wij alleen maar aan het fokken zijn. Alles is heel gevoelig tegenwoordig. En daar willen wij een week vanaf. I say it is time for us. Ja! We gaan vandaag reageren op de meest heftige comments van Milo en ik. Hoe kijk jij ernaar? En hoe kijk ik er überhaupt naar, want dit soort video's... Dat is eigenlijk meer mijn vraag. Hoe kijk jij er naar? En nu naar? Nu je volwassen bent. Nee, ik denk het niet. Je merkt vanzelf hoe het gaat. Ik ben geen anusscheurexpert. Viespeuk. Op het moment dat jij merkt, ze heeft zo'n ongelooflijke pijn en het gaat niet meer. Ja. Door. Dat zeg je, smoel houden. Kreng, ik ga door. Jullie zijn een voorbeeldfunctie. Dus je kan nu misschien beter even denken, gewoon uit haar belang ook. Wat zeg ik nou? Uit haar belang denk ik. Of ze consex wil, of stop je hem er gewoon in. Instoppen. Er zitten gewoon een soort filmpjes tussen van gewoon dansende wijven. Ja. Waarvan één voor even ja en twee andere. Ik denk dat dat is om ons gewoon iets weer te laten uitlokken. Nee, maar dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Wij leren van onze fouten. Ja, we zien ook wel dat het niet alleen maar echt puur is voor... Nee, niet puur meer. Nee. Het is wel 95%. Ja, dat wel. Beter is stoot en beukwerk. Het stoot en beukwerk. Daar zijn we niet voor. Wij willen ervoor zorgen. Geile consex. Seks met dieren. Seks met dieren. Billy. Wij hebben een hamster natuurlijk. Billy. Ja. We hebben nu nog niet de video gekeken wat de topcomment was. Maar stel het wordt Emily Black. Nee, jongens, alsjeblieft. Ik ga mijn hamster niet Emily Black noemen. Daar ga ik echt niet mee in zee. Het was seks van haar. Ja, dat was zo goed. Toen kwamen kijkers naar ons toe met een casus. Dus ze gingen ze ons DM'en van... Hey, mijn naam is Luc, ik ben 19 jaar, ik vind een meisje heel erg leuk. We zijn al een tijdje aan het daten, maar ik heb dan moeite om haar dan uiteindelijk in bed te krijgen. Van wat voor move moet je dan uiteindelijk maken? We zoenen wel, maar we komen gewoon niet tot de daad. Wat moet ik doen? Ja, en dan gaat Milo gaat dan uitleggen wat je moet doen. Je lacht zij nog, maar ho! Huilen! Huilen! Ja! Ze wil geen seks! Nee! Jouw mening boeit niet! Dit kan echt niet. We zijn geïnfect! Dus jouw mening boeit niet, want... Forum! Toen was Cherry al. Hierin... Juist! Seks. Ja! En zij heeft dus een... mening. Ja. Weg. Afgelopen. En dit is ook zo opgelost. Opgelost! Haar mening telt dus niet. Eigenlijk gewoon dat ik hier als vrouw om lach is ook gewoon echt niet best. Als je dit dan kijkt, dit is wel echt ontzettend heftig. Wat denk je wel van, ik vind het wel in ergens in, vind ik het wel grappig, maar... Ik vind het wel heel extreem. Want jij weet natuurlijk gewoon
hoe teder en lief en zorgzaam ik eigenlijk ben. Jullie werden grappig gezegd. Nou, dan moet ik dan tot op de dag van vandaag nog steeds achterkomen. Mission failed. We'll come next time. Ik heb deze video's ook gekeken in het begin van onze datefase. Toen heb je dat God, samen met ik alleen. Ik weet echt niet wat mij te wachten staat. Ik ben een jongen van 18 en vind een meisje van 12 leuk. Toen was Gio en ja, dat was dan ook net upcoming. Dat was ook een, ja, was ook geen lekker... Laatst nog geneukt. Ja. En was ze smerig? Nee, was goed. Ja, was toch goed? Was prima. En daar heb je ook wel gevoelens over gehouden. Laten we wel gevoelens bij kijken. Ja. 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 Nee. Vaak ik op een festival sta en dat dit fragment, want dit was op TikTok, werd dit dus ook tering veel gedaan. Ja. Nagedaan op TikTok. Ja, dat heb ik gezien trouwens, ja, die voice over. Ja, en dat hoeft niet per se alleen maar op uiterlijk zijn, want wij zijn helemaal niet zo vulgair en ordinair als we puur op uiterlijk zijn. Ja. Oké, okay, maar even voor de meiden die misschien iets minder knap zijn, maar wel een ongelooflijk leuk karakter hebben. Ja. Ja, kansloos. Laat zien wat je in huis hebt! Incest is geen Winchest. Incest is geen Winchest. Kijk ook wat jullie getekend hebben daarin. Heel graag. Steken met moeders. Aha. Wat ik daarvan vind? Ja. Met zo'n vinkie. Okay. Als je 25 bent bijvoorbeeld of 26 en je bent vrijgezel, dan kan je vrouwen en in de 20 neuken en in de 30 neuken. Ja, en in de 40, 30, 16, 15, 8. 12. Dat heb ik nooit gezien. Als je hier als leek naar kijkt, vanuit jouw perspectief, dan is het wel, denk je wel een beetje van, dit is wel een risicovol ding, denk ik, of niet? Is dit een ongelooflijk naar raar persoon, denk je toch? Van Milo, van mij niet, gelukkig. Milo is wel de aanstichter van... Milo is, nee, ik geef de voorzet. Ik ben een beetje de wil van het genee. Jij geeft het voorzetje inderdaad, en Milo maakt een finaal af. Echt op de meest grofste manieren die je bedenken kan. Karakter, de jongen die daarop is. Een leuk persoon, maar... Ga je seks. Waar ze allemaal. Zo weer geneukt trouwens. Niet. Ja, dat duurt. Hoe dan? Dat was heel lang geleden. Hoe dan? Ja, betaald. Maar. Maar eigenlijk elke video ging ook alleen maar over dat, seks, alcohol en drugs. Nou, drugs niet echt. Het puberige zat er nog wel in. Ja, dat puberige zat er heel erg in. Als ik er nu naar kijk, dan vind ik het nog steeds echt wel redelijk grappig. Maar jullie waren toen allebei vrijgezel. Hebben jullie zeg maar ooit ook reacties gehad van vrouwen of op straat? Dat is echt zo. Er kwamen ook tijdens uitgaan, want Milo en ik, dat deden we meestal. Dan gingen we bij hem, toen woonde hij nog in Gouda, gingen we uiteindelijk die video opnemen. Eentje meestal voor mijn kanaal en eentje voor zijn kanaal. En daarna pakten we de trein en gingen we naar Utrecht of Rotterdam. Daar gingen we dan zuipen. En er zijn echt mensen naar ons toegekomen die echt zeiden van die video. Ook meiden, gewoon meiden van 18, 19, die zeiden echt van... Ik heb zo gelachen om jullie video's. Ik vond het zo ongelooflijk. Die konden er gewoon echt letterlijk om lachen. Ja, maar je, moet het ook met je neemt het ook met een korreltje zout. Nou ja, nee, dat wel. Maar ja, sommige... Ja, ja. Als je een lekkere moeder, ga er ook even op onderzoek. Ja. Zussen misschien? Nichten? De huisdieren? Dit is echt gewoon helemaal gewoon alles dicht kit wat je kan vinden. Ik heb een verhaal over de McDrive. Nee. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik kan het niet zeggen, want het is Milo's verhaal, dus ik mag er niet over praten. Maar het is een verhaal van de chick die hij uiteindelijk ontmoet op een tennisvereniging en toen naar de McDrive. Ja, het is echt een machtig mooi verhaal. Maar lekker kan ook zijn meer met... gevoel. Wat komt er nu nou weer allemaal uit? Wat is dit nou? Maar dit was dus de eerste video. Dus toen dacht ik echt van, what the fuck? En daarna was dat gevoel, toen werd het gewoon één dikke meme. Dat gevoel, dat was zo goed. Huiskoop. Ja. Dat heb ik ook. Ja. Dat neem ik ook mee. Dat zag je ook in die tweede foto met die wijf met die enorme knop. Ja, precies. Ja. Dat je van, nou, dat gevoel van thuiskomen. Dat je denkt van, nou, ik kom nu echt wel bij iets thuis. Ja. Met twee dingen eigenlijk het liefst. Waarom als je een heel assortiment hebt in de snoepwinkel, waarom zou je zeggen van, nee, doe alleen maar die KitKat, ik hoef de rest niet. Waarom zou jij in de grote weide van het paradijs jezelf in een enkelband leggen? Waar slaat dat op? Monogamie, hè? Dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja, we hebben laatst nog een gesprek over gehad. Wij hadden laatst een gesprek over, en dat was best wel... Er was een nieuwsartikel over Piqué, dat hij vreemd was gegaan van Shakira. En dit is ook bijvoorbeeld het voorbeeld dat Jay-Z vreemd is gegaan van Beyoncé. Als je bij zulke vrouwen vreemd gaat, ik zag... Wat voor toekomst hebben wij dan? Ja. Dit is 17 mei 2022. Kijk nou hoe ze eruit ziet. Zij is 50. Dat is je vrouw en zij is 45 jaar. Of Jay-Z doet bij Beyoncé, Piqué doet het bij Shakira. Waar is dan, hoe kan dat dan? Leg jij dat even uit. Ja, wat Milo eigenlijk net zei en wat jij ook zei. Als je in de supermarkt bent, dan kies je niet alleen een KitKat uit. Jullie mannen willen altijd maar meer. Ja, gezellige tijd gewoon. Gezellige tijd. Hou er nog mee op. We weten hoe de vork in de stil zit. Lul van een ventmerkje die gewoon eerlijk zegt. Je hebt toch al geneukt, man. Je hebt toch al geneukt, man. Heb je nog geneukt, of niet?
Thijs Bertens, heb je nog geneukt? Ik heb wel een beetje nog spierpijn hier gedaan, maar we kunnen misschien gewoon een beetje rustig inneuken vandaag. Thijs boy, hé. Fantastische award. Oh yes. En stond op je dagkastje. Die stond op mijn dagkastje, inderdaad. Voor de eerste keer bij een vriendje slapen staat er een bloody wanker. Ik wil graag mijn ouders bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. En ja, ik wist altijd wel dat ik het in me had. En nu komt het er ook uit. Willen jullie dit deze video's gewoon blijven maken? Of heb je ook nog plannen om andere soort video's te maken? Want hoe lang kan je met je vrienden praten over wijven en seks? Nou moet jij eens opletten. Op internet, ja. Dus jij staat hier helemaal achter, seks zonder condoom. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hè. En, tuurlijk. Hoeveel soa's hebben jullie al gehad? Dat is privé. Ja, dat is het is misschien lekker, maar het is niet veilig. Nee, het is niet veilig. Klopt. Wel doen. Ja. Dat wel. Ja. Dat wel. Maar als je dit nou eigenlijk allemaal bij elkaar hebt gezien, hoe denk je er dan over? Of vond je het echt heel heftig? Denk je van, oké, nou dit gebeurde vroeger, maar nu doe je dat niet meer. Maar ik denk als jij 1-op-1 met Milo bent, dat jullie dit nog steeds doen. Ja, dat denk ik alleen ook. Dan ja. Niet meer voor de camera. Dat klopt, ja. Als ik kijk naar de video van Londen, heeft Milo nog steeds dezelfde kuthumor. Jullie zijn daarin echt een bizar duo die elkaar lekker aanstookt. Ja, wat vond je van mijn uitspraken? Vond je het grappig, vond je het niet kunnen, vond je Milo te heftig? Was er iets waar de grens was voor jou? Nou, jullie hebben wel af en toe de grens bereikt, absoluut. Ja, ja, ja. Jullie gingen af en toe echt de grens over, maar jullie al, ik neem jullie met een korreltje zout. Daar komt het een beetje op neer. Nee. Maar ik ben wel blij dat jullie die video's niet meer maken. Vind je het goed dat de transities gaan van dit naar Emily Black? Emily Black. Nee, ja, jongens. Emily Black, mensen. Ik denk dat het wel een goed idee is. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. En geef het een cijfer, de heftigheid. Echt wel 9, jullie zijn echt wel heel grof. Ja. Mensen, bedankt. De groeten. Tot ziens. Ciao. Doei. Doei.